1 januari 2019 en we hebben de jaarwisseling gevierd in Plato. En het is nu nog uitgestorven op straat. Althans, wel wat brommers uiteraard. Maar de winkeltjes zijn allemaal nog dicht. En we gaan ons traject weer vervolgen. Hier staat Plato onbekend, het Kaiman-mens. Mooi standbeeld. We zijn weer in een klein plaatsje en het is iedere keer zeg maar een jaar of 50 terug in de tijd. Hier is dan nog een mooie kerk, maar de rest is echt onbestraat en oud en echt terug in de tijd. Dit is wat ik net bedoelde met 50 jaar terug in de tijd. Het hobbelt hier vreselijk, dus ik weet niet of jullie wat zien. Alleen maar huisjes. En geen asfalt. En nu zijn we de weg kwijt. Ja. Het is hier weer gezellig. Ze hebben net uitgelegd waar we kunnen eten. En die mensen wonen hier. Opa en oma. Tot ziens. Mooie zonsondergang vandaag. We zitten op route 27. En die is in geheel onverhard. En heerlijk rustig. Geen auto te bekennen. Aan de overkant van de rivier loopt route 25. Dat is een geasfalteerde weg, doorgaande weg. En die vermijden wij, maar daar is wel veel meer bebouwing.
Als we dit soort velden voorbij rijden, dan denken wij steeds aan wiet. Maar dat is het waarschijnlijk niet. Wie het weet mag het zeggen. Ja, we herkennen hier de dorpen aan de watertoren en aan de zendmast. En dat is goed nieuws voor ons en dan kunnen we weer nieuw drinken inslaan. We lusten nogal wat met dit droge weer. Hier is een andere Colombiaan op de fiets met een mooie hoed. We zijn het gehobbel een beetje zat aan deze kant, dus we gaan kijken of er een boot gaat naar de overkant. Want daar is asfalt. We hebben de haven gevonden. De eerste boot gaat net weg, maar er gaan er meer vandaag. Dan gaan we eens kijken aan de overkant. Zo snel kan het gaan. Nog geen minuut later zitten we op de boot. Richting het asfalt. De rivier is hier echt mega breed. We zijn bijna bij de overkant. Kijken hoe we eruit komen. Wordt nog een kunst. We zijn goed geholpen om eruit te klauteren. En nu op zoek naar de weg. We kunnen ook de taxi nog nemen. Er zijn twee manieren waarop je herkent dat je bijna in een dorpje bent. Dat zijn de zendmasten en de afval zoals je hier ziet. Storten ze altijd net buiten het dorp, storten ze al wat afval neer. Zonde. Kijk eens wat ze voor ons hebben neergelegd. Splinternieuw asfalt. Wat zullen we hard gaan nu? Na 15 kilometer dan eindigt de Rio de Magdalena. En dan buigen wij af naar links straks. We zijn weer in de geciviliseerde wereld. En dan krijg je dit soort bordjes met eten. Geweldig. Eet smakelijk, lief. Eet smakelijk. We zijn weg bij de rivier en het begint gelijk te klimmen. We hebben wel een prachtig mooie route door de berg heen. We zijn helemaal op een fietsroute beland. Heerlijk rustig hier. We zijn net te vroeg voor het nieuwe asfalt en we moeten daar omhoog bij dat bolletje, Tubara. Dat is het hoogste punt. Even een slokje drinken, even pauze, want we klimmen en we klimmen en we zijn dorstig. Toch? Ja. We zijn nu in het centrum van Tubara. En we gaan even op zoek naar een ijsje, want daar zijn we aan toe. Buenas! Nou, langs stijgen zien jullie in de verte de Caribische Zee. En we gaan aan de kust kamperen een aantal dagen. Daar heb ik onwijs veel zin in. We staan nu pal aan de kust en we gaan even vragen waar we kunnen kamperen. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar daar komen we zo achter. Uiteindelijk zijn we hier beland en dat is niet verkeerd. Hier gaan we een paar dagen blijven. Nu de tent nog even opzetten. We zijn geïnstalleerd. De tent staat. Paradijsje.
met zeezicht. We gaan hier voorlopig niet weg.